Aangezien het vorige keer toch niet zo heel erg goed ging in het zwembad, had ik het briljante idee om het dit keer in de zee te proberen. De zee, een wat natuurlijke omgeving dan het zwembad, moet dus garantie geven voor succes. Ongetwijfeld zal het kickforce-reflex direct intreden. Maar eerst nog een keer eventjes de instructies voor mijn zoon. Oké, Huub, de zee is wat wilder dan het zwembad. Maar water is water. En of het nu zoet of zout is, de basis is hetzelfde. Dus onthoud, kickforce reflex. Ik sta weer aan de kant om je aan te moedigen en instructies te geven. Zet hem op, hè. Oké, onthoud je training en ga mee met het natuurlijke instinct. Laat alle gedachten los. Kom op, kickforce reflex. Je moet nu wel een beetje gaan trappelen, want je drijft een beetje af. Kom op, kickforce reflex. De afstand wordt nu wel een beetje groot. Kom op, doe ook wat boyschool erbij. Huub, kom op. Huub, hoor je me nog? Maakt niet uit wat je doet nu, kom maar terug. Zo, boef, dat was wel even schrikken, hè? Maar je begrijpt dat we nu natuurlijk wel eventjes terug naar het oude vertrouwde zwembad. Iets meer controle over de factoren. Je hebt het goed gedaan, hè, boef. Ja, leren we ook weer van, hè?